Ja? Staat hij aan? Ja. Goed. Fantastisch om u hier allemaal te zien. En het is natuurlijk wel heel erg spannend. Wat zou er allemaal gaan gebeuren? Dames en heren, jongens en meisjes, inwoners, gasten, beste mensen. Welkom, zoals ik net ook al aangaf, hier in het gemeentehuis van Twenterand. Vandaag, donderdag 26 april 2018, wordt voor sommigen van u een heel bijzondere dag. Waardering en erkenning staan vandaag centraal en we geven daar vandaag publiekelijk inhoud aan. Als burgemeester van Twenterand mag ik uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan een aantal inwoners van Twenterand een koninklijke onderscheiding uitreiken. Deze inwoners uit de gemeente Twenterand verzetten vaak op de achtergrond ontzettend veel werk. En dit vaak gedurende een langere periode. Onmisbaar is niemand. Maar deze mensen komen aardig in de buurt. Zij verrichten werkzaamheden waarvan wij niet eens weten soms dat ze het doen. Omdat wij ervan uitgaan dat het gewoon gebeurt. Maar ik kan u verzekeren dat niets vanzelf gebeurt. Enkel en alleen door hun inzet, doorzettingsvermogen en trouw gaan activiteiten op het gebied van sport, muziek en welzijn door. Dag in, dag uit, jaar uit. Organisaties of betrokkenen kunnen op deze mensen bouwen. Zij zetten zich in ten dienste van een ander of een groter geheel. Waar anderen stoppen, gaan zij door. De waardering en erkenning die zij daarvoor verdienen, komen vandaag samen op deze dag. Sommigen van u zitten hier met een reden. Welk onderdeel is van een complot of soms een smoes? En soms heeft u hem door. Ik zal u geruststellen. Binnen nu en pakweg 3 kwartier is alles voor iedereen duidelijk. Het doel van vanochtend? Actieve en betrokken Twenteranders die eer en waardering geven die zij verdienen. De inwoners die vandaag gedecoreerd worden zijn de initiatiefnemers of juist de mensen van achter de schermen op wie een club of vereniging bouwt. En ik zal u niet langer in spanning laten. Ik ga over tot het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen. Ik zeg niet hoeveel, verrassing, maar we komen vanzelf bij alle gedecoreerden. Ja, anders gaat u tellen, dan denkt u van hoe zou het zijn? Goed, ik begin bij de heer Albertus Bernardus Aman. Ik vind het heel spannend. Mag ik u vragen naar voren te komen en hier naast mij plaats te willen nemen? Ja, zo gebeurt dat. Het gebeurt gewoon. En geniet u er maar even van. Goed, maar waarom, hè? Waarom staat u hier? Dat is natuurlijk best wel even voor ons van belang om dat toch te weten. Op 11-jarige leeftijd bent u lid geworden van de Frieseveense Zwem- en Polovereniging. Beter bekend als VZ en PC. En al van jongs af aan bent u daar actief als vrijwilliger. U bent een ontzettend betrokken en actief lid. Vanaf 1969, op uw 17e, bent u toegetreden tot het bestuur en heeft u daarin diverse functies bekleed. Hierna bent u nog jaren lid geweest van de Waterpolocommissie. Deze commissie zorgt voor het organiseren van de waterpolocompetities,
de teamindelingen, toernooien en de ontwikkeling van de waterpolo binnen de vereniging zelf. Deze bestuurs- en commissiewerkzaamheden heeft u tot 1998 gedaan. Vanaf 1977 tot heden bent u waterpolo-trainer. Na de opening van het binnenzwembad De Stamper in Frieseveen in 1977 werd u trainer van de herenselectie. Vanuit het kring- en districtsniveau zijn de diverse waterpoloteams verschillende keren gepromoveerd. Het eerste herenteam is vanuit het districtsniveau in 1992 gepromoveerd naar de derde klasse bond. In 1998 naar de tweede klasse en in 2003 naar de eerste klasse. Deze buitengewone prestaties voor een club uit een, het staat er, kleine regionale plaats, dat zijn we niet als Twenterand, we zijn gewoon Twenterand, zonder spelers van buitenaf, wel heel belangrijk, zijn niet onopgemerkt gebleven in waterpolo'end Nederland. Toch bent u de vereniging altijd trouw gebleven, ondanks de financiële vergoedingen die u werden aangeboden door andere verenigingen. Ik vind dat mooi, want zoiets zie je steeds minder in de sport. De liefde voor de sport en de vereniging wat voor het geld gaat. In de periode 2007 tot 2010 trainde u ook tijdelijk het eerste damesteam en ook dat niet zonder succes. Onder uw leiding werd het team in 2009 kampioen. Het betekende promotie naar de landelijke tweede klasse bond. Tot slot bent u al vanaf 1970 tot heden waterpolo scheidsrechter namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond. U heeft gedurende langere perioden op bondsniveau gefloten. Zo staat te lezen in de ondersteuningsbrief van de algemeen directeur, de heer Kossen. Naast de ontwikkeling van de waterpolo binnen de eigen vereniging ontwikkelde u zich in de loop van de jaren tot een ervaren en graag geziene scheidsrechter op het landelijk bondsniveau. Samengevat, mensen als de heer Aman, als u, zijn haast onmisbaar voor een vereniging. Al vanaf uw 17e actief als vrijwilliger. Daarnaast bent u tot op de dag van vandaag scheidsrechter namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Het zijn deze zaken samen die maken dat Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, als je dan voor de buurman komt, is ook mooi. Het zijn altijd van die spannende dingen. Hoe verzinnen we dat nu? Fantastisch. Ik ga naar de volgende. En dat is de heer Hendrik Jacob Bos. Mag ik u vragen naar voren te komen? Ik vind het ook heel spannend, want ik heb u niet allemaal gegroet van tevoren. Als u ook aan deze kant van mij komt staan. Nou, daar staat hij ook. Heel mooi. En ik zal zeggen van waarom u hier staat, want dat is natuurlijk altijd wel van belang. Vanaf 1966 tot heden bent u een actief lid van het Christelijk Mannenkoor in Vroomshoop. In deze periode bent u meer dan 20 jaar lid geweest van het bestuur. Daarnaast was u verantwoordelijk voor het bijhouden, bestellen, vermenigvuldigen en uitdelen van muziekstukken.
Ook zorgt u al meer dan 40 jaar voor het ophalen van het oud papier, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het mannenkoor. Heel mooi. Vanaf 1992 tot heden bent u vrijwilliger bij de kringloopwinkel De Ketting. Dit is de kringloopwinkel van de protestantse gemeente in Vroomshoop. Om de 2 weken staat u een middag in de winkel. Actief bij verschillende organisaties. Dat was en dat bent u. Dat blijkt ook uit het feit dat u van 1970 tot 2000 betrokken bent geweest bij het Sinterklaasfeest in Vroomshoop. In de beginjaren als Zwarte Piet en later als Sinterklaas. Je groeit in je functie. Ook heeft u jarenlang met uw gezin, met veel plezier, het Sinterklaasfeest op de Oranjeschool in Vroomshoop verzorgd. Ook was u in de periode 1990 tot 2000 coördinator bij het Reumafonds. U coördineerde de momenten dat er gecollecteerd werd en was daarnaast zelf ook actief als collectant. Tot slot heeft u zich samen met uw vrouw in 2012 ontfermd over de toenmalige nieuwe buren. Het jonge meisje Safira en haar moeder. Haar moeder overleed zeer plotseling. Op dat moment heeft u samen met uw vrouw alle opvang van Safira verzorgd en heeft u haar ook tijdelijk in huis genomen. Samen zorgde u beide ervoor dat ze naar haar school kon en dat ze zich veilig en prettig mocht voelen. Samengevat, het mannenkoor, de inzet voor de kringloopwinkel vanuit de kerk, coördinatie werk voor het Reumafonds en de verzorging van Sinterklaasfeesten. Dit, in combinatie met de vele zorg voor anderen, maken dat ik tegen u mag zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Toch altijd weer mooi om ook te horen wat alle inwoners van Twenterand doen. En er gebeurt heel erg veel. Ik vraag nu mevrouw Johanna Hendrika Mulder-Brink naar voren te komen. Ja. Ik weet niet of u zo lang kunt staan, anders wordt er een stoel voor u neergezet. Dan kunt u er echt van genieten. Ja, we zijn zorgzaam. We hebben er oog voor. Maar ik had natuurlijk niet iedereen van tevoren mogen begroeten. Dus is het voor mij wat, toch kijken wie naar voren komen. U zit hier. Fantastisch. Maar ja, waarom zit u hier? Vanaf 1965, ruim 50 jaar dus, heeft u een sleutelrol vervuld bij de Christelijke Bibliotheek in Vriezeveen. U verzorgde de administratie, financiën en de aanvragen van de subsidies. Daarnaast was u als vrijwilliger iedere donderdagmiddag in de bibliotheek aanwezig en verzorgde u het uitlenen van de boeken. Desgewenst gaf u ook adviezen aan de lezers. Vanaf 1975 tot heden bent u actief lid binnen de hervormde gemeente in Vriezeveen. U was 40 jaar lid van de hervormde vrouwendienst. Dit is een vorm van dienstbetoon aan ouderen,
alleenstaanden en zieke gemeenteleden. Het werk wordt gedaan in overleg met de betrokken wijkkerkenraad, sectie ouderling of sectie diaken. De dames van de hervormde vrouwendienst houden zich vooral bezig met het doen van bezoeken, zoals het bezoeken van ouderen, de alleenstaanden en ook de zieke gemeenteleden. Daarnaast was u het wekelijks aanspreekpunt voor respectievelijk de zondagse afkondigingen in de Grote Kerk in Frieseveen en de doopaangifte voor alle wijken. Ook was u 20 jaar betrokken bij het verzorgen van de zondagse bloemengoed vanuit de kerk aan onder andere zieken en huwelijksjubilea. Kortom, een geweldige duizendpoot voor de kerk. Ook was u van 1995 tot en met 2013 vrijwilliger bij de christelijke boekwinkel De Akker. Zo stond u gemiddeld een dagdeel per week in de winkel als verkoopster. Van 1999 tot heden bent u bestuurslid bij vrouwenvereniging Zendingskrans Monica. Tot slot helpt u vanaf 1976 tot heden uw twee vrijgezellenbroers die de boerderij runnen. Op het moment dat bij uw man de ziekte van Parkinson werd geconstateerd, bleef u uw twee broers behulpzaam, ook ten tijde dat ze meer hulpbehoevend werden. Samengevat, mantelzorg waarvan de laatste 6 jaar 24 uur per dag, daarnaast meer dan 40 jaar actief voor de hervormde gemeente in Frieseveen in verschillende functies en tot slot een sleutelrol bij de christelijke bibliotheek in Frieseveen in de afgelopen 50 jaar. Mevrouw Muldenbrink, u deed het en bent nog steeds actief. Het heeft Zijne Majesteit de Koning daarom behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Goed, dan kom ik bij de heer Jan Zomer. Ja, mag ik u vragen? Ik kom ook voor de buurman. Nou ja, het is maar goed dat iedereen buurmannen heeft, hè? Ja, buurman en buurman, het is me goed, want dan kun je er wat mee. Ik heb het zelf ook een keer mogen doen, dus ik weet hoe het voelt om voor onder het mom van ik kom voor jou, dan toch ergens te mogen komen. Welkom, uiteraard. U bent al op zeer jonge leeftijd, want het gaat natuurlijk om van waarom staat u hier, als 16-jarige toegetreden tot het bestuur van de Frieseveense zwem- en polovereniging VZNPC. Sindsdien heeft u alle mogelijke functies in het bestuur vervuld. Daarnaast bent u trainer geweest van bijna elk waterpoloteam. Uw hart ligt overduidelijk bij de jeugd. En tot op heden vervult u de rol van trainer bij de jeugd onder de 11, jeugd onder de 13 en jeugd onder de 15. Daarnaast bent u jarenlang een betrokken vrijwilliger bij de Twenterand Kanaalrace geweest. En daar is dit jaar, na 22 jaar, helaas een einde aangekomen. Van 1971 tot 1997 was u actief als zwemofficial bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Bij zwemwedstrijden klokte u jarenlang de tijden van de zwemmers. Vanaf 2002 tot heden
speelt u met veel plezier mee in het historisch schouwspel in Den Ham. U vertolkt hierin elk jaar een personage. Ik hoor wat geroezemoes, dus iedereen heeft daar een beeld bij, denk ik. Sinds 2003 brengt het historisch schouwspel in Den Ham het verleden weer tot leven. Ieder jaar in december komen duizenden bezoekers uit het hele land om een levensechte weergave van het verleden te bewonderen. Een en ander wordt op historisch verantwoorde wijze en zo authentiek mogelijk vormgegeven door zo'n 200 eigen spelers in natuurgetrouwe historische kledij. In 2017 was het de 15e keer dat u meedeed. Meneer Zomer, u bent zo'n vrijwilliger waar geen vereniging zonder kan. Bestuursfuncties, jeugdtrainerschap en waterpolo-scheidsrechter. U deed en doet het nog steeds. Ook was u al vanaf 1996 mede-organisator van de Twenterand Kanaalrace. Dit evenement betekende ieder jaar de start van de landelijke openwaterzwemcompetitie. Verenigingswerk, actief voor de Landelijke Bond en vrijwilliger bij lokale evenementen met een regionale landelijke uitstraling. Het maakt dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, zo'n moment moet je natuurlijk ook echt beleven met elkaar. Dat is toch wel heel mooi om dat te doen. Ik ben er nog niet, dus we gaan gewoon rustig door. Mevrouw Krommendijk-Webbink. Ja, het is altijd even een zoeken voor mij van waar zit u? Maar u zit daar. Ik wil u vragen om naar voren te komen. Ja, daar zitten waarschijnlijk kleinkinderen. Nou ja, waarom staat u naast mij? Waarom? Nou, ik zal het uit de doeken doen. Vanaf 2010 tot heden bent u gastvrouw bij woon- en zorgcentrum De Vriezenhof in Vriezenveen. Vol enthousiasme voert u uw taken uit, zoals het begeleiden van de bewoners naar de koffie en het serveren van de maaltijden in het restaurant. Ja, het wordt allemaal gedaan. U bent altijd bereid om in te vallen wanneer er vervanging nodig is. Vanaf 2007 tot heden bent u ook vrijwilligster bij Trivium Meulenbelt Zorg, locatie De Wemelanden. U biedt ondersteuning bij de kerkdiensten en andere activiteiten ten gunste van de cliënten. U bent een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij zowel de bewoners als het personeel. Sinds 2011 bent u vrijwilliger in de ziekenhuisgroep Twente voor de dienst geestelijke verzorging binnen de locatie Almelo. U begeleidt patiënten op zondag naar de kerkdienst en vanaf 2006 tot heden bent u lid en vrijwilliger bij de hervormde vrouwenvereniging Eunice in de Pollen. U staat hier bekend als degene die altijd de meeste loten verkoopt tijdens de bazar. Ja, dan moet je opletten. De afgelopen 2 jaar heeft u zich ontfermd over uw buurman ten tijde van de ziekte van zijn vrouw en het later overlijden van haar. Zo ondersteunde u hem bij huishoudelijke taken en nam u hem mee na het overlijden van diens vrouw mee, ook naar culturele uitstapjes. Alles met als doel om hem te helpen het leven weer op te pakken. Ook bent u vanaf 2006 tot heden contactdame bij de hervormde gemeente in Vriezenveen. Het doel van de hervormde vrouwendienst is in overleg met predikant, kerkenraad, ouderling, diaken behulpzaam te zijn in het gemeentewerk
door het bezoeken van bejaarden, zieken en nieuw ingekomen gemeenteleden. De hervormde vrouwendienst is een stukje kerkenwerk. Gemeenteleden nemen deze taak vrijwillig op zich en doen dit werk vaak met grote getrouwheid. De bezoeken die u brengt worden zeer gewaardeerd. In de periode 1980-1985 was u penningmeester van de buurtvereniging De Vuurpullen. Dit was u eveneens van 2008 tot 2013. Sinds 2012 bent u vrijwilligster bij Zorgzaam Twenterand, voorheen Stichting voor Welzijn en Zorgvragen Twenterand. U bent bezorger van het informatieblad Vienne Pluze. Ik hoop dat ik het goed zeg. Vond ik een spannende. Dit blad wordt 4 keer per jaar uitgegeven en door u bij diverse adressen in Frieseveen bezorgd. En met ingang van 2017 heet dit blad Sprookzaam. Vanaf 1996 tot heden bent u bestuurslid van de Frieseveense wandelvereniging, de Deurstappers. Verder bent u al ruim 30 jaar onafgebroken een waardevol en actief lid van toneelgroep De Pollen. In een kleine buurtgemeenschap als De Pollen is een toneelgroep van groot belang voor de saamhorigheid en leefbaarheid. U bent hier leidend in, met EI. U staat bekend als een van de drijvende krachten van de toneelgroep. Naast deze diverse activiteiten voor heel uiteenlopende organisaties, heeft u misschien nog wel de meeste tijd besteed aan mantelzorg. Mensen als u zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een kern als De Pollen. Al deze activiteiten tezamen heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Moet er nog een foto gemaakt worden? Ik had ze allemaal wel voor. Dat is helemaal. Ja. Nou, en ik denk natuurlijk van hoe lang zou dit duren? Ik heb er nog één. Dus dan zijn we klaar. De zesde en laatste. Hij is een bekend gezicht in Twenterand. Staat bekend als aanjager en initiator en kenmerkt zich als iemand met een positieve instelling. Hij is van jongs af aan een vakman en staat pal voor het vakmanschap. Ik wil vragen of de heer Hendrikus Antonius van Dijk naar voren wil komen. Ja. Ja, dat is er toch even. En dan gaat iedereen denken en raden van wie zou dat zijn? U bent het. U bent medeoprichter en al 25 jaar actief voor de Stichting Voor Elkaar. Eerst als gewoon bestuurslid en later als voorzitter. De Stichting Voor Elkaar biedt deelnemers de mogelijkheid om werkervaring, arbeidstraining en arbeidsritme op te doen, waarmee ze de kans op een baan vergroten. Mede door uw kennis, kunde en visie is de stichting uitgegroeid tot een financieel gezond bedrijf, waar nu dagelijks 40 arbeidsgehandicapte mensen arbeidsritme en arbeidstraining opdoen. Uiteindelijk met als doel dat mensen een baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien dat u oog heeft en zich inzet voor mensen die het in deze maatschappij niet altijd even makkelijk hebben. Vanaf uw militaire dienst in 1980 tot heden bent u vrijwilliger bij de Nederlandse Lourdes Bedevaart voor Zieken. Als vrijwilliger gaat u jaarlijks een week mee naar Lourdes om daar als brancardier te werken. Een brancardier verricht het logistieke werk van een bedevaart.
Naar Lourdes gaan als vrijwilliger betekent naast de voorbereiding 8 dagen hard werken en dienstbaar zijn voor de hulpbehoevende medemensen. U wordt omschreven als een van de steunpilaren zonder wie een dergelijke organisatie niet zou kunnen functioneren. Vanaf 1990 tot heden bent u lid van de industriekring Vroomshoop en Omstreken, beter bekend als de ICVO. De ICVO behartigt de belangen van het bedrijfsleven in Vroomshoop en Omstreken. Vanuit die gedachte bent u rond 1990 lid geworden van de ICVO, destijds vanuit uw functie van technisch directeur van Eastbourne Slaapsystemen. Later, toen u mede-eigenaar werd, bent u zich steeds intensiever in gaan zetten voor de ICVO. Ook voor de oprichting van een ondernemershuis in Twenterand heeft u veel inspanningen verricht, met als resultaat een prachtig ondernemershuis voor startende ondernemers. Ook bent u nog steeds actief bij het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld symposia. Als mede-initiatiefnemer van het ondernemershuis Twenterand probeert u jonge, startende ondernemers te helpen. Dit doet u vanaf 2015 tot heden als secretaris van het bestuur. U wordt omschreven als een verbinder met een enorm zakelijk netwerk. En uw motto is: grijs helpt groen. Dat is toch wel heel mooi. Vanaf 1992 tot 2002 was u commissielid van de Kindercarnavalscommissie. En deze commissie organiseert het jaarlijks kindercarnaval van carnavalsvereniging De Smoezen, waar kinderen uit heel Vroomshoop voor uitgenodigd zijn en waarbij ze de kinderen een gezellige dag bezorgen. In 1995 was u zelf prins carnaval en zwaaide u de scepter over Smoezenland in de voormalige gemeente Den Ham en nu de gemeente Twenterand. Daarna bent u als oud-prins sinds 1996 actief in de commissie voor oud-prinsen, de Prinsengarde, en heeft u voor de vereniging door de jaren heen veel hand- en spandiensten verricht. Tot slot bent u, meneer Van Dijk, vanaf 2005 tot heden ook nog actief op velerlei andere terreinen, zoals het Haringgilde, de totstandkoming van het gezondheidscentrum Vroomshoop en bij Sportlust Vroomshoop. In 2007 bent u als zelfstandig ondernemer in Vroomshoop verder gegaan onder de naam Van Dijk Technologie. De heer Van Dijk, u bent een actieve, maatschappelijk betrokken ondernemer die een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van een gezond ondernemersklimaat in Twenterand. Als medeoprichter van de Stichting Voor Elkaar zet u zich al 25 jaar belangeloos in om gehandicapte mensen aan een baan te helpen in het reguliere bedrijfsleven. Binnen de industriekring Vroomshoop heeft u veel inspanningen verricht bij het verkrijgen van het keurmerk Veilig Ondernemen en voor het opzetten van het ondernemershuis voor startende jonge ondernemers. U zet uw zakelijk netwerk in de hoop ondernemers voor de regio te behouden. Daarnaast bent u actief als brancardier bij de Lourdes Bedevaarten en verricht u hand- en spandiensten bij de carnavalsoptocht. Al deze activiteiten tezamen maakt het dat Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, ik ga straks ook allemaal nog hoor. Ja. Morgen is het Koningsdag. Onze koning en koningin bezoeken dan de stad Groningen, provincie Groningen, maar vooral in de stad. Ook in onze gemeente
is het morgen een drukte van belang. Er zijn mooie programma's georganiseerd in alle kernen. En ik kijk er naar uit en ik vind het ook heel mooi om alle kernen te mogen bezoeken morgen. Vooruitlopend op deze dag zingen we het Wilhelmus. We worden daarbij begeleid door vier muzikanten van de Frieseveense Harmonie die hier naast me zitten. Heel fijn dat jullie dat willen doen. Nadat we het Wilhelmus hebben gezongen, geef ik eerst de pers de gelegenheid voor het maken van een foto. En ik zou ook de gedecoreerden met bloemen willen vragen om hier even naar voren te komen, zodat we een goede plek kunnen vinden voor een groepsfoto. Na het maken van de foto is er alle gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren en na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Deze worden geserveerd, maar u kunt ook drankjes bij de bar achter in de zaal halen. We zingen zo staande, indien u dat kunt, het eerste en het zesde couplet van Wilhelmus. En ik wens u daarna een hele fijne dag, vandaag en morgen ook. Een hele mooie Koningsdag. Ik dank u. Dank u. Ik wil dan vragen of de gedecoreerden eerst naar voren mogen komen en dan, anders dan wordt het onder de voet gelopen misschien. Dat kunnen we niet hebben. Goedemiddag op deze bijzondere middag. Deze dag is zonder meer bijzonder, want vandaag is een aantal Twenteranders in het zonnetje gezet voor een inzet voor onze samenleving. Mijn naam is Dick Lammertink, werkzaam bij de gemeente Twenterand. Het is mooi dat jullie met zoveel zijn gekomen op deze dag om onze Arnold in het zonnetje te zetten. Welkom allen, collega's, oud-leden en leden van de raad en college en oud leden van het college, de kinderen, kleinkinderen en natuurlijk Jeanette en Arnold. Arnold, je hebt erg tegen deze dag opgezien. Je hebt lang gedubt over de beslissing om het gemeentehuis vaarwel te zeggen. Je staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar toch ontkom je er nu niet aan. Bijna 36 jaar ben je bij de gemeente Twenterand en haar rechtsvoorganger. Het slaat aan, merk ik al.
bij haar rechtsvoorganger de gemeente Friesenveen in dienst geweest. Menig collega is niet eens zo oud. Een bode is een bijzondere functie in de gemeente. Met de koffiekan in de hand kom je bij vergaderingen waar menigeen wel van gehoord heeft, maar nog nooit is geweest. Zoals bijvoorbeeld de BMW-vergaderingen. Als bode kom je overal en ken je de organisatie. Met je organisatorische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden ben je de spil in de organisatie. Zeg maar de haarlemmerolie om de organisatie gaande te houden. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat je regelmatig werd gebruikt als klankbord of gewoon als luisterend oor door bestuurders en gemeentesecretarissen en ook door menig raadslid. Omdat je overal in de organisatie komt, ken je heel veel mensen en weet je veel. Wat daarbij helpt, is dat je een echte Friesenveener bent. Je bent makkelijk benaderbaar. Je humeur is constant goed tot zeer vrolijk. En het is voor jou een appeltje-eitje om allerlei representatieve activiteiten te organiseren. Dit doe je dan ook met de nodige humor. Bijvoorbeeld, bij trouwpartijen kon je regelmatig tegen de bruidegom zeggen: je hebt mooi pak, hè? Met de was dan. Ook tijdens de diverse bijeenkomsten van de personeelsvereniging of andere informele bijeenkomsten van het werk wist je samen met Egbert Schipper, je oud-collega-boorde, de lachers menigmaal op de hand te krijgen. Raadsvergaderingen, BMW-vergaderingen, trouwpartijen, 4 en 5 mei-bijeenkomsten, lintjesregen en alle andere representatieve bijeenkomsten waar bestuurders waren, Arnold was er ook. Daarbij was het voor de gemeente ook heel handig dat je naast het gemeentehuis woont. Vaak werd er ook in het weekend, zowel gepland als ongepland, een beroep op je gedaan. Nee zeggen was niet een van je kernkwaliteiten. Je bent praktisch en behulpvaardig. Deze kwaliteiten kwamen je in het begin goed van pas, want toen je werd aangesteld was je boorde, marktmeester en leerplichtambtenaar tegelijk. Ga er maar aan staan. Humor is een belangrijk wapen dat Arnold veelvuldig gebruikte. Eens kijken of Arnold dit item herkent. Voor degenen die het niet kunnen zien, dit is een gemeentebegroting met een gat erin. Deze heeft Arnold wel eens na een raadsvergadering aan de Nestor van de Raad overhandigd. Maar Arnold was ook sportief, maar hij heeft ook het volgende overhandigd. En dit is dus een gemeentelijke begroting die afgeplakt en dichtgeplakt is. Dus dit is een sluitende begroting. Tegenwoordig heel erg actueel. Als een nieuwe collega werd geïntroduceerd aan Arnold, vroeg Arnold altijd aan de nieuwe collega bij welke afdeling hij of zij kwam werken. In reactie op de antwoord zei Arnold vaak: solidar wordon, bij die collega's van afdeling zo en zo, dat zijn verschrikkelijke collega's. Begin er niet aan en zeg niet dat je die gewaarschuwd hebt. Een nieuwe collega ging dan vertwijfeld aan zijn werk. Vraag je naar Arnold, herken je het volgende geluidsfragment? Ja, dus aan je gezicht te zien herken je het. Je kijkt al achterom, hè, naar je collega boren. Dit is een geluidsfragment uit de oudheid. Het is van de Tumbleweeds uit 1975. Arnold zong samen met Egbert, die al eerder werd genoemd, meerstemmig het refrein op de gang. Collega's kwamen dan op de gang, applaudisseren en vroegen de beide heren meer te zingen dan het refrein. Maar helaas, meer dan de eerste twee zinnen van de refrein konden de beide heren niet zingen. Maar stel je het eens voor, een zingende boorde die over de gang van het gemeentehuis loopt. Arnold was ook een beetje ijdel. Op de fotocollage die nu wordt getoond, kijkt hij heel vaak recht in de camera en wil graag gezien worden. Ook heeft hij zijn initialen, zoals zometeen in de fotocollage te zien is, met hulp van tulpen in het gemeenteplantsoen geplant. Over ijdel gesproken.
Hij vindt zichzelf ook heel knap en intelligent. Waarop de boeren dames zeggen, droom maar lekker verder. Maar hier moet ik Arnold wel een beetje te hulp schieten. Arnold is een steenbok en deze zijn vaak bijzonder scherpzinnig. Ook zijn ze praktisch van aard en zuinig. En dat is de gemeente meermalen goed van pas gekomen. Want hij onderhandelde met het mes op tafel met vertegenwoordigers van de diverse leveranciers om het onderste uit de kant te halen, wat hem meestal ook lukte. Arnold is ook een man van de tegeltjeswijze, heren. De volgende plaatjes die ik jullie laat zien, hangen op de bodemkamer. En oordeel zelf. Moet ik even omdraaien. Die ambitie is niet uitgekomen. Als ik later directeur word, wil ik 2 secretaresses en een auto met bar. De volgende is, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Arnold. Arnold is ook van de categorie, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. De volgende is ook wel aardig. Naar binnen zonder bellen is naar buiten zonder ballen. En de laatste is helemaal fraai. Wat de heer Smelt van de gemeente Twenterand zegt, is te alle tijden oprecht en belangrijk. Ja, Arnold, het is pistroeder lopen. Arnold is 36 jaar een boegbeeld van de gemeente geweest. Attent, sociaal en oprecht. Hij bekommerde zich om het wel en wee van zijn collega's en was oprecht met ze begaan wanneer het onze collega's tegenzat. Met veel toewijding en oog voor detail zette Arnold zich in voor de gemeente en daarmee de gemeenschap. Hoeveel bruidsparen heeft Arnold naar de ambtenaar van de burgerlijke stand begeleid? Hoeveel burgemeesters heeft hij gediend? En hoeveel formele bijeenkomsten georganiseerd? Hoeveel papier is wel niet door zijn handen gegaan? Hoeveel geld heeft Arnold uitgespaard voor de gemeente in zijn onderhandelingen? Hoe vaak is Arnold voor nacht en ontij naar het gemeentehuis gegaan? Hoe vaak? Tja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar laten we dat maar niet doen. De laatste jaren heb je met Jeannette en de kinderen in de privésfeer veel te verduren gehad. Je zwager die te vroeg overleed en de zorgen die je hebt gehad en wellicht nog hebt over je dochter Christine. Ook je eigen medische zorgen speelden je parten. Alles overziend heb je met steun van Jeannette een afweging gemaakt waar iedereen respect voor heeft. Van iedereen kwam ook de reactie, Arnold, je hebt het dubbel en dwars verdiend om die andere dingen te doen. Voor ik afsluit wil ik nog even enige woorden aanhalen van oud-burgemeester Van der Zaag. Die heeft vanmorgen nog een mail gestuurd en die is wel een beetje uit het hart gegrepen. Hij heeft het boek Prediker aangehaald over bodes. Ik wil het jullie niet onthouden. Een betrouwbare bode is voor zijn opdrachtgever als een koele dronk tijdens de oogst. Hij beurt hem op. Dat zijn hele mooie woorden voor Arnold en van toepassing. Meer namens het college van BMW, je collega's en alle aanwezigen, dank ik je voor je inzet en loyaliteit aan de gemeente Twenterand en ik wens je alle goeds toe. Arnold, je bent zo aan de beurt. Namens alle collega's van het gemeentehuis wil ik je dit boek overhandigen, waarin allerlei hele mooie herinneringen staan aan jou. Arnold, nogmaals bedankt. Ik zou voor jou gewoon je voorlezen, Dick. Goed, hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Dick, hartelijk bedankt voor de gesproken woorden. Ja, daar sta ik dan. Eigenlijk eerder dan ik zelf verwacht had, maar mijn verstand zei dat het goed was, maar mijn gevoel beslist nog niet. De woorden van mijn vriend en collega Jan Willem speelden daarbij een bijzondere rol. Hij zei vorig jaar tegen mij, Arnold, wanneer je denkt dat je moet gaan, dan moet je gaan. Gesolliciteerd in 1982, voordat ik werd aangenomen, werd ik 3 keer doorgelicht door het hele college. Ja mensen, dat was me nog eens een tijd.
Tegenwoordig worden ze op een namiddag aangenomen. Ten tijde van mijn sollicitatie zei wethouder Schipper tegen de toenmalige burgemeester Van der Wolf: die kun je wel nemen, die komt uit een goed nest. Daar speelde in die tijd allemaal mee. Zoals Dick net al zei, aangenomen als gemeentebewoner, deurwaarder en leerplichtambtenaar. De huidige ambtelijke organisatie wordt nu geleerd om flexibel te zijn en breder inzetbaar. Nou, ik kan u vertellen, dat was bij de bewoners de vorige eeuw al zo. Voortschrijdend inzicht, zullen we maar zeggen. Als bewoner ben je het uitgangsbord en de smeerolie van de organisatie. Je probeert onopvallend aanwezig te zijn en toch duidelijk herkenbaar. Na 36 jaar vergroeid te zijn met het gemeentehuis, want zo was het gewoon, eerst gemeentehuis, daarna een poosje niks en dan Jeanette en de kinderen, is er nu het afscheid. Ontzettend veel meegemaakt. Ze zeggen wel eens dat ik de laatste der Mohikanen ben. Er spreken mij nog regelmatig mensen aan. Hé, je was er nog bij toen wij getrouwd zijn. Je staat nog bij ons op de foto. Maar inmiddels zijn daar de kinderen ook alweer van getrouwd. En zelf heb ik ongeveer 2500 huwelijken meer mogen maken. Maar dit zijn toch momenten waarop je voelt dat je al een tijdje meeloopt. Meerdere mensen adviseren me dan ook om een boek te schrijven. Zal zeker een bestseller worden. Ik betrap me erop dat ik nu zelf op mijn gedachten nu vaak naar vroeger uitgaan van voor de herindeling. Dat was ook een innoverende en prachtige tijd. De verjaardagen bij burgemeester Van der Zaag thuis aan de keukentafel waren supergezellig. De koninginnedagen, burgemeester Vellekoop, helemaal in het oranje gekleed. Inloop met hapjes en oranje bitter voor de hele bevolking, fantastisch was dat. De uitwisselingen die wij als boerders samen met de raad maakten naar de partnergemeente Zuidorf. De sportwedstrijden onderling en vooral de geneurden nadien. Ik zal er verder maar niet over uitweiden. Amtsgeheim. Het watvissen wat we jaarlijks organiseerden en waarbij ook altijd de burgemeester en de collegeleden van de partij waren. En dan de playbackshows, waar alle afdelingen en ook de secretaris aan meededen. Wat waren dat fantastische avonden, waarin je elkaar ook eens op een andere manier leerde kennen. Dat waren momenten waarop je bij iedereen de neus dezelfde kant op kreeg. Er ligt nog een schone taak voor de organisatie. 1982-2018. Ik heb nogal een paar burgemeesters versleten. Burgemeester Annelies van der Kolk is mijn 9e burgemeester. En Henk, jij bent mijn 6e secretaris. En natuurlijk een aantal colleges en veel raadsleden. Burgemeester Visser zei wel eens tegen me: Arnold, je weet veel hier, hè? Dan zei ik wel eens tegen hem: pas jij maar op, alles kan tegen je gebruikt worden. Ook fungeerde ik vaak soms als klankbord, zowel voor bestuurders als collega's. Het is goed dat mensen soms een onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar hebben. En daarbij komt ook een citaat van mijn wijze moeder, iemand weet de zwieringen te spreken. In 2002 de herindeling met Den Ham from Soop. Dat was toch echt een hele grote verandering. Verschillende culturen die aan elkaar moesten wennen. Ik heb het idee dat deze fase inmiddels grotendeels voorbij is en dat we één gemeente Twenterand zijn. Zelf heb ik na het vertrek van mijn gewaardeerd oud-collega Erbert alleen maar met boordendames en kantinedames gewerkt. Nou, ik kan u verzekeren, dat waren tropenjaren. De koffiepauzes ben ik wel eens ontvlucht wanneer het weer ging over overgang en over opvliegers. Ik voelde me soms net aan het heiboer. Omzien naar elkaar, omdat het door mensen gaat. Slogans die we in het verleden hadden en het nu nog zouden moeten gelden. Zonder elkaar is immers iedereen alleen. Zoeken naar een groter wij. Onlangs ook te horen in de toespraak van onze koning Willem-Alexander. Ik zou tegen het nieuwe college willen zeggen: kom 's morgens ook eens door de voordeur binnen. Even een praatje, dat heeft de mens soms nodig. En dat doet goed. En voor wat de nieuwe raad betreft, vroeger werd er jaarlijks samen met de bewoners een gezamenlijk reisje gemaakt. Ik heb het een aantal keren helpen organiseren. Het was altijd erg leuk en leerzaam. En heel samenbindend. Maar dat kwam natuurlijk door de bewoners. Wie weet, zien we elkaar nog eens in de raadzaal. Na vele jaren in uw midden, weet ik inmiddels hoe de hazen lopen. En wat een eerste en tweede termijn is, een interruptie, een schorsing, een amendement en motie. En ook wat Annelies van der Kolk altijd zegt: geachte raadslid gaat over zijn of haar eigen woorden. Tot slot, mocht de voorzitter een keer verhinderd zijn, dan bied ik mij aan om haar te vervangen. Gewoon burenplicht, zou ik zeggen. Het naambordje is hiervoor al klaar.
Veel dank aan Jeanette en al die jaren thuis was omdat ik op het gemeentehuis moest zijn. Toen ik tegen Jeanette zei, straks mooi weer, mooi meer vrije tijd, was de antwoord, ik ben eerst maar eens aan de stofzuiger. Dank aan alle mensen waar ik mee mocht samenwerken. Dank aan iedereen voor jullie komst. Ik hoorde van een spontane actie van inwoners om morgen allemaal de vlag voor me uit te steken. Alvast dank daarvoor. Neem nog een extra hapje en drankje, want de gemeente staat nog niet meer onder toezicht, dus geniet er lekker van. Het gaat jullie goed in alles wat je doet. Dankjewel. Hele mooie en humorvolle woorden. Met deze woorden is het formele gedeelte voorbij. Arnold is je net worden uitgenodigd om hier zometeen te gaan staan. En dan kunnen jullie allemaal in de gelegenheid gesteld worden om Arnold en Jeanette een hand te geven.